Ra, de eerste bij Sint-Joost. En Ra, de eerste bij Sint-Joost. Dag. Tja, man. Het is zondag, dus er had geen goederenverkeer. En weet je nog wat vak, omdat die in de maas spokken. Die rijden dan alleen maar op mijn zoek. Dat is niet meer elke dag. Dus dan zie ik in de rust, daarom verwacht ik die ook niet. Nou, daar komt ie. Jee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 
We beginnen goed met geen attracties. Laat het daarop houden. Heb je de veer van links aan? Ra! Een hele coole motor aan. Deze positie, jongen. I love this. Echt een storing was, maar dat was het trainingsgeval. Ik ben bang dat het rechtjes kunt komen. Links firm sowieso. Ja, we hebben de attractie. Moet wel. Nou, hier komt ie. Jee. Mooi. Ka. Ra. Oh nee, nog geen eens. Nou. Ik denk dat ik nu ga boeken. Dat moet haast wel. Red, heb je daar van links? Ra. Hij begint even een beetje door te boeken. Vond ik op zich ook wel weer tijd. Like for real, man. Maar ik maak me een beetje zorgen om de lucht. Want de lucht is... ziet er een beetje onweerachtig uit. En ik weet niet of het onweer was. Dat weet ik voor wat moeder te voorstellen. We hebben de dubbeltractie. Nou, hier komt ie. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Ra. Oh nee, nog geen eentje. Hoe dan? Ra, ik zie rechts een Arriva naderen, maar de video daarvoor is ook al een Arriva. Het is toch twee films in een Arriva? Verloot nu gewoon twee films in Arriva's. Is het voor geks? En het is ook wel echt heel rustig. Het is echt letterlijk heel rustig vandaag. Het is maar 14, ja. Nou, hier komt ie. Die terrein niet de bedoeling is. Niet. En ja, die dubbel. Ik had eerlijk gezegd de firm verwacht, eerlijk gezegd. Maar oké. Okay. Ik had echt firm verwacht. Maar dat komt ie nu heel snel. Raad, heb je eindelijk eens de firm. Er is de weg. Er zit er maar strikt maar door. Zit dat op de mond. Het is een eerste. De helft minderheid volgens mij. De tweede hebben we hier echt rot weer en de derde de dienstregeling klopt voor geen meter. Dus het is echt... We zijn echt op de perfecte dag, man. Not. Ja, de buurt is daar wel mooi, maar ja. Ik denk dat 10 net aan te gaan worden. Nou, hier komt ie. Raad natuurlijk een enkele doodtractie. Ze kunnen misschien nog een beetje video's meepikken. Jezus. Ra, daar hebben we weer nog links een ra. Het is een beetje erg geworden het weer. Dus ja. Hopen dat het droog blijft. Ik heb af en toe nog gevoel dat het opnemen begonnen. Ook nog wel gedonder, maar. Droog is het natuurlijk wel gebleven. Nou, hier komt hij de verm. Ja, nou, dus ik weer 8 minuten tot 10 minuten wachten voor de Arriva van rechts. Dus dat is normaal rustig. Nou ja, hier komt hij in ieder geval. Yes. Ka. Ra. Ik dacht echt dat het een leuke dag geworden. Ik dacht, nou leuk. Even een lekker spotten bij St. George. Nou, dat was niet leuk, want de rij te half niet. Rij heb ik echt even nog net. Dan roep van links trouwens. De camera werkt even niet mee. Maar ik heb hem net nog aangekregen. Het is echt heel raar. Of, en het echt zijn lichtjes roepen op de camera. Het zijn lichtjes oranje. Ik weet niet hoe het kan. Ik vind het raar dat het nu al zo lekker doorboekt. Het mag ook eens gebeuren. Boven ik aan tot 13 uur zijn. Is het 7 of zo eindelijk is. Nou. In ieder geval. Hier komt ie. Yeah. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Ra. Nou, nu volgt de krachtsfirm. Zo is fijn als het even doorboekt. Oh, wat heb ik met die auto.
Ra. Jezus, ik ben me gewoon aan het spotten. En dan komt het even rechts van naar Ra. En net op het moment dat er een trein van rechts komt, regent het een heel klein beetje. Dat is niet op prijs gesteld. Dus maar hoop dat de camera nat wordt. Die kan maar zo nat worden en dan, ja, zien jullie niks. Dat vind ik direct zo irritant. Nou, hier komt ie. Niet. Dus ja, het is gelukkig wel heel zacht, dat is wel een voordeel, maar ja, lekker is het zeker niet. Ra, ik heb echt even moeten rennen jongen, voor die firm. Het regent een heel klein beetje. Ik heb het later in de vorige video al verteld dat ik dit niet leuk vind, want ja, ten eerste je wordt nat. En als je met je mobiel filmt, ja, dan kan er een druppel op de lens vallen. Daarom vind ik het regels irritant, maar en je weet ook waarom ik dat al, ja, dat. Ja, hier komt ie. Yes! Weer aan. Naar elkaar. Ra. Ik val nu ver aan links, dat moet wel. Zo, dat is net zo kortig, gelukkig. Ra. Jezus, het is echt een beetje aan het regenen. En ik ben ook bang dat zo'n druppel op de camera gaat komen. Oh, laat deze opname heel snel voorbij zijn. Laat deze opname snel voorbij zijn. Want ik heb er een beetje genoeg van die regen. Ik doe allemaal voor jullie kijkers. Nou, hier komt ie in de regen. Yeah. Yeah. Ra. Nou, hierna vat ik wel rechts naar Riepen. We hebben verstand afgelopen in niks of zo. Ik denk dat Riepen nu al onderweg is. Ra, daar heb je van links. Daar heb je dan van de Ra. Dus langzaam een beetje kan stoppen met het regenen. Waar ik uiteraard zeer blij mee ben. Want dan durf ik hier ook weer te staan. Oh, ik voel ook de, ik ruik de regen en dat soort dingen. Maar het stopt weer. En ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik hoor het wel. Ik hoor wat gedonder hier. Nee. Hallo? Ik wil zeggen, waar blijft hij? Nee, hij komt hier over droog. Yeah. Inderdaad, niet dubbel. Ra. Duurt ik een enkele dubbeltrax? Volgens mij gaan we het gewoon in allemaal spiegels aan. Hoe moet het zijn? Ra, daar heb je even op recht. Ra. Ik had eerlijk gezegd een. Ik had eerlijk gezegd een Riepen van. Ik had eerlijk gezegd een film rechts verwacht. Maar dat het is een besteed werkzaamheden is, het is super onlogisch en Riepen van rechts. Normaal gesproken is het altijd twee films en ja. Normaal gesproken twee films in één film, maar nu lijkt het gewoon twee films in één film. Dan wordt de film de flirt in de film. Heel raar, maar ja, hier komt ie. Yes! Yes! Inderdaad, niet dubbel. Je had trouwens als eindbestemming Roermond en Ra. Nou, nu vat ik links ver en dat wordt de laatste.